Are you ready for this big one? The Humble Promotion presents op 30 september te Witte Lotus live een concert Odile en live band. De line-up bestaat uit Jordi Santi, dansgroep The Sisters, rapper Shepherd, Kenya Domini, Peter Domini, en your home, DJ Gerald. En niet te vergeten, helemaal vanuit Mungo, Yo Blood. En de main act Odile en live band. Voorverkoopkaarten kosten 150 SRD. Later duurder, dus koop je kaart op tijd. De voorverkooppunten zijn Gospel Music Shop te Spanhoek bij Bro Waakzaam en bij de organisatie. Voor VIP reserveringen bel op het nummer 86-79376 of 74-92854. De avond start precies om 19:30. Humble Promotion presents op 30 september te Witte Lotus live in concert Odile en live band. Miss the need, cause it's gonna be fire. Goedemorgen Suriname, ik ben Maisha Neus en dit is De Nieuwe Politiek. Vandaag gaan we in gesprek met de welbekende parlementariër, de heer Edward Belfour, over de actualiteiten en de stand van zaken in ons land Suriname. Meneer Belfour komt net van een huishoudelijke vergadering, dus we gaan gelijk met de deur in huis vallen en hem vragen waar die vergadering in het parlement over ging. Goedemorgen meneer Belfour. Ja, goedemiddag ondertussen. Goedemiddag. Mensen, meer een huishoudelijk verband, dan brengen de zaken niet echt naar buiten. Maar het ging meer over zaken die al lopende zijn. Bijvoorbeeld, ik noem maar één, de terugroepwet die men wil veranderen, zodanig dat parlementariërs door een politieke partij teruggeroepen kunnen worden. En als je teruggeroepen wordt, dan betekent dat je eigenlijk in het parlement moet. Dus dat is eigenlijk dat ding. Dit is een kwestie die u persoonlijk zou treffen, omdat iedereen weet dat u lid bent van de ABAP, maar ook volksvertegenwoordiger bent en dat u zich kritisch uit tegen deze regering. Denkt u dat als deze wet wordt aangenomen, dat u dan eigenlijk op die manier uit het huis van het volk verwijderd zou worden? Dat is de bedoeling van de ABAP. Ik heb eerder toen het bericht zeg maar gedeeld werd onderling, rugbaarheid eraan gegeven dat de ABAP daarmee wil komen om mij uit het parlement te halen. Ja, omdat ze zien van, ik heb geen enkele fractie verlaten, ik heb geen aparte fractie opgericht, maar ik ben geen jaagnikker van de regering. Als iets niet goed is, ga ik het zeggen. En zoveel dingen die nu gebeuren, heb ik al in een eerder stadium gezegd, want de regering is koppig, die wil niet horen. Ik heb zelf adviezen gegeven en kijk waar we nu zijn. Na 2 jaar regering Santokki en Brunswijk, beide, ja, zijn verantwoordelijk voor de situatie nu. Niemand moet zichzelf vrij pleiten, Santokki en Brunswijk. En gerugsteund door de DNA-leden was ik de enigste die zei, we gaan verkeerd. Dat was recente 2020. Mijn man zei van ja, Belfour, omdat Belfour nog kiespost, Belfour, want Brokko regeert in 4 en 5. Ik zeg nee, ik heb al gezien welke richting we gaan. En ik heb zelf adviezen gegeven, maar ze werden in de wind geslagen. En nu probeert de vicepresident, tevens voorzitter van ABAP, zichzelf vrij te pleiten. Want ik las in een krantenartikel dat hij onlangs zei van ja, het land komt niet snel tot ontwikkeling. Hoe ga je het land ontwikkelen wanneer je zelf deel bent van corruptie, van nepotisme, van regularij, van eigenlijk van alles wat verkeerd was. Ja, zo is men naar de stembus gegaan, zo heeft men de beweging op touw gezet om het volk, ja, te laten zeggen, NDP doet het niet goed. Stem op ons. Meneer Santokki had een pasklaar plan. Hij zou Suriname binnen 200 dagen redden. Reddingsplan had hij, diaspora kapitaal. Investeerders stonden in de rij. Hij kwam daar in een olifant met een blanco document om te zeggen, kijk, alles staat al hier, hoe wij de crisis zullen aanpakken. En onlangs zei hij nog, de crisis is al voorbij, we gaan nu naar beterschap. Kijk waar we nu zijn, kijk waar de koers is.
kijk waar een liter brandstof gaat. Gaat u, kom net van het parlement, rijdt u in de binnenstad, dan ziet u weinig mensen. Zeg maar aan de vooravond van het nieuw schooljaar, dan zien we dat de mensen geen geld hebben. Zoveel mensen gaan zonder eten naar huis, naar bed. Kinderen, op dit moment is er geen brood. Er is geen meel. En dan wil men ons doen geloven dat dat komt door orkaan dat zou komen. Terwijl er simpel geen deviezen zijn. Ja? Zoveel importeurs die wachten. Ondertussen zal schaarste optreden straks van basisgoederen. En de regering die eigenlijk moet zorgen voor het wel en wee van iedereen, die talmt. We zien bijvoorbeeld dat er wel geld wordt vrijgemaakt om de wereld rond te gaan om te bedelen. Meneer Rutte, Mark Rutte, de premier van Nederland, was onlangs hier. Bijna 2,5 miljoen is vrijgemaakt, SRD. Eten alleen is bijna 500.000 SRD eraan gespendeerd. We zien dat iemand een tent had opgezet daar bij het perscentrum. 2 dagen, schrik je niet. Bijna 1 miljoen SRD moet die meneer opstreken. En zo doet men om het geld van het land te verkwisten. Terwijl in het ziekenhuis de zorg niet gegarandeerd is. Verpleegkundigen wachten op hun geld, vragen. En dan worden ze naar de groene tafel gebracht. En de rechter, die rijkelijk voorzien is van alles, ja, die beveelt, jullie moeten gaan werken en nog 6 maanden wachten. Ondertussen kwijnt men weg. De situatie wordt erger. Baby's gaan dood op de spoedeisende hulp. Op de neonatale zorg gaan baby's dood. En de regering die maakt zich niet druk. Verpleegkundigen, specialisten, artsen gaan weg. En de zorg loopt leeg. Ja, al deze dingen zijn door mij aan de regering in het parlement en bij diverse interviews kenbaar gemaakt, aan dove masoren gesproken. Toen zei men, bel voor een Brokko-regering. Nu, wat zegt de vicepresident? Ja, if akkoers door 30, dan moeten we inpakken. Maar hij moet dan nu inpakken, want die koers gaat boven de 30 komen. Gelooft u mij, een liter brandstof gaat boven de 30 komen. Hoe komt het? Meneer Santokki heeft Suriname gebracht naar IMF. Op zijn knie is hij gegaan daar. Maar is meneer Santokki die rondbazuinde dat hij niet naar IMF zou gaan? En nu zijn we bezig IMF-programma uit te voeren dat totaal mislukt is. Het is vastgelopen. Meneer Santokki pakt het vliegtuig, gaat nu op bedeltour bij IMF en hij gaat bot vangen. Er is een comment van meneer John hier en hij heeft een vraag. Hoe komt het dat meneer Belfort zo'n doorgewinterde politicus voor de verkiezingen niet had ingezien dat deze gasten het land niet konden draaien? Uiteindelijk ben ik het wel met Al Belfort zijn bevindingen eens. Voelt u zich gepakt door uw eigen mensen als ABO-parlementariër? Want nogmaals, u heeft het zelf ook aangehaald. Voor de verkiezingen is er heel wat beloofd door alle personen. Door Santokki, door Brunswijk, door Rusland, door Sommo. En uiteindelijk zijn ze niets van dat waar gekomen. Voelt u zich als parlementariër, politicus, man van het volk, voelt u zich gepakt door uw eigen partij? Niet alleen door mijn eigen partij, door alle 4 partijen die daar zijn. Ja, door alle 4 partijen. Ik ben deel van het volk. Ik maakte toch propaganda van, stem op deze regeerders. Wij gaan het land uiteindelijk tot ontwikkeling brengen. Uiteindelijk, wat is gebeurd? Friends and family. Dan voel je wel gepakt, toch? Ik moet eerlijk zijn. Ik voel me wel gepakt. En niet gewoon. Goed gepakt ook. En daarom praat ik. Maar niemand had dit voorzien. De kiezers hadden dit niet voorzien. Anders zou de VHP nooit op 20 zetel komen. Zou ABOP nooit op 9 zetel komen. Ja? Men had geloof. Ik was hier in Paramaribo. De man die 5 jaren lang de ABOP gepromoot heeft. 5 jaar, niemand sprak. Niemand van de ABOP sprak. Iedereen was bang, bang, bang voor NDP, in het bijzonder meneer Boutersen. Ja, iedereen. Zelfs Brunswijk was bang. Ja, hij kwam vroeg in het parlement, tekende voor Sivonier en vertrok naar zijn grootveld. Ja, en ik was daar om de degens te kruisen met de politieke degens. Hè? De spiegel voor te houden voor meneer Boutersen. Nogmaals, ik heb geen
ruzie met meneer Boutersen. We praten, tot nu toe praten we. Ik heb met geen enkele NDP'er ruzie. Ja, tot nu toe praat ik met alle NDP'ers. Ja? Maar als de zaken niet goed gaan, ook al is de partij waarvan ik lid ben deel van de regering, is het mijn taak, nee, het is mijn plicht om de spiegel aan hen voor te houden. En ik kan u zeggen, op dit moment, vele ABOP'ers praten niet met mij. Het is zelfs zo ver gekomen dat de voorzitter van de ABOP bijna niet meer met mij praat. Ja? Waarom denkt u dat meneer Brunswijk, ondanks dat hij de vele kritieken hoort van u als partijlid, maar ook andere mensen in de samenleving, dat hij desondanks ervoor kiest om in deze coalitieformatie te blijven? Dat is manskarakter, toch? Manskarakter. Zo is hij. Ja? Machtzucht. Machtzucht. Ja? Dat alles. Al verzuipt Suriname. Hij gaat daar blijven. Niet nu heb ik hem gezegd. Sinds 2020, hè? December 2020 heb ik hem toen al gezegd van nee. Breken. Toen was de regering nauwelijks aangetreden, toch? Maar ik zag al wat zou komen. En hij kreeg ruzie met mij. Ja, in Ogwe. Ja, en toen, niemand wist het. Ik ben helemaal thuis bij hem gegaan. Om te zeggen van, hé, die is opza, dat opza. Ja, niemand wist het. Maar ik ben helemaal thuis bij de VP gegaan. Om te zeggen, nee, kappen ermee. Dat was december 2020. Toen al zag ik wat zou komen. En nu, het is nog niet erg, hè. Het gaat erger worden volgend jaar. Gelooft u mij? In de wandelgangen wordt aangegeven dat om die kwestie van die 400 kilo, waarbij een tweetal agenten was betrokken, en er wordt gezegd dat die cocaïne vermoedelijk van de VP is en dat eigenlijk op die manier hij nu aan handen en voeten is gebonden en dus eigenlijk ook niet weg kan, omdat er dus dusdanige bewijslast is geleverd tegen de VP. Denkt u dat dit een reden zou kunnen zijn waardoor eigenlijk de VP klem zit? Ik weet het niet. Ik weet dat ik mij niet in dat wereldje ga bewegen. Ja, ik slaap lekker. Klopt, maar u bent wel politieman geweest. U heeft wel een oor voor de straat en u heeft ook wel gehoord hoe wat waar. En ja, de namen zijn genoemd en het ging om veiligheidsmannen van. Dus het is... Nou, ik zou die vraag willen doorgeleiden naar de VP. Die interviewt toch en de andere mensen van de media. Dus dan kunnen ze die vraag aan hem stellen. Ik weet dat ik mij niet in dat kringetje beweeg. En ik zal nooit met dat spul mij bezig houden met dat spul. Dus ik zou willen hebben dat hij die vraag aan hem stelt. En dan hoort je het antwoord toch. Nou, Aximilolosan is zo waarschijnlijk het antwoord wat we zullen krijgen. Maar dan hebben jullie de vraag ter bestemde plekken gezet. Alles wat ik kan zeggen is dat ik niet bemoei met die dingen. Dus ik kan geen antwoord daarop geven. Wat denkt u van de verkiezingen van 2025? Hoe zal het naar uw perceptie eruit zien als de huidige coalitie, dus de ABOP, de VHP, de NPS en de PL, op deze manier door blijven regeren? Hoe denkt u dat de verkiezingen van 2025 eruit zullen gaan zien? Nou, wat je zegt, ik ben man van de straat, ik beweeg. Zo ook hoor ik zoveel dingen ten aanzien van deze huidige coalitie. Dat nu al zijn ze afgewezen door het volk. Onlangs, ik dacht, afgelopen zaterdag, ging de president bij een streetparty van meneer Saar, die hij niet kende. Hij is flink uitgejouwd, toch? Hij is flink uitgejouwd. Het volk loert hem. Het volk wacht rustig. En daar heeft de jeugd hem van langs gegeven op een nette manier. Ja? Met mooie woorden. Ja? En ik complimenteer de jeugd. Ze zei, alert, wat ga je daar zoeken? Jij hebt de jeugd eigenlijk in toekomst ontnomen. Ja, de jeugd heeft geen toekomst op dit moment. En dan ga je daar zoeken naam, je gaat toespraak houden. Maar ik begrijp die man niet. Denkt hij dat de jeugd modder in hun hoofd heeft? Ja, om op een streetparty te gaan daar, want ze zijn feestende. Dan ga je daar zoeken naam, jij bent staring. Jouw staring spelen wel. Ze hebben hem van lands gegeven, heeft het geweten. En niet hij alleen.
het volk loert de mensen en een bepaalde persoon in de coalitie die strooit met veel geld. Dus het volk gaat doen alsof ze eens zijn met hem. En wat ik hoor, wonyama mamoni. En dat gebeurt nu. Dus het volk heeft deze mannen al afgewezen. Door toedoen van deze coalitie komt geen enkele investeerder naar Suriname. Door toedoen van deze coalitie lijkt Suriname eigenlijk een afgestoten land te zijn van de wereld. Door toedoen van deze coalitie is er een film gemaakt, op Netflix gezet. En Suriname is te schande gezet. Overal loopt de president te bedelen. Dat zit een president niet. Bijna of meer dan 3 miljoen US dollar Dubai verspild. Hoeveel investeerders zijn gekomen? Overal, als we die gelden optelt, dan zou die gelden jouw prioriteit genieten als je dus bijvoorbeeld levensmiddelen zou kopen. Of in de productie zou zetten, een bedrijf zou opzetten dat exportgericht. Bijvoorbeeld gewassen telen om te exporteren zodat je deviezen gaat verdienen. Maar nee, je spendeert en beide, de president en de vicepresident, die wanen zich goden. We zien dat ze bijvoorbeeld met zoveel lijfwachten rondrijden. Terwijl voor de verkiezingen ging meneer Santokki toch alleen naar de mensen in het binnenland zonder zijn vrouw. Maar nu zien we alsof hij met zijn vrouw geplakt zit. Zijn vrouw zit geplakt aan hem met ik weet niet wat voor lijm dat is. Of het gorilla lijm is of zo. Want is hij onafscheidelijk nu. Terwijl voorheen niemand kende die vrouw van hem. Er zijn zoveel opmerkingen gemaakt van doe dat niet. En hij gaat rustig verder. Ja, op momenten waar die vrouw niet daar moet zijn, is die vrouw precies daar. Onlangs weer via een vergadering. Suriname wordt gewoon te schande gezet door dit duo. En dat is niet goed voor een land. Een president, ja, die beterschap heeft beloofd, die zou nu 2 jaar regeren. Eigenlijk zitten ze al op de helft van hun regeerperiode. Zouden we tenminste een teken van beterschap zien toch op een bepaalde sector of in een bepaalde sector. Noemt u mij 1 sector dat nu draait. Geen enkele. Zou je denken, inderdaad. Er wordt ook hard uitgehaald naar enkele collega's van u, namelijk de heer Canapé, Jordan en mevrouw Huur. En het feit dat eigenlijk je van die andere ABOP-leden, los van uzelf, vrij weinig hoort als het gaat om de misstanden in de samenleving, de noden van het volk enzovoort. Waarom denkt u dat uw andere collega's niet zo kritisch zijn naar het beleid zoals u dat bent? Ik denk niet, ik weet het, ik zit toch in de ABOP. En daar worden de mensen bang gemaakt, toch? Bedreigd. Ja, toch? Het is niet alleen bij meneer Jason Pinas of bij leden van het Constitutioneel Hof of bij mevrouw Serena Essep. Nee, binnenshuis. Ik heb het toch aan de lijf ondervonden. Ja, bedreiging. Als je, in feite dus als je kritisch bent of als je op wil komen, dan word je dus nog net niet een kopje kleiner gemaakt. Men wil je een kopje kleiner maken, maar dat gaat niet bij mij werken. Maar ik ben wel voor. Ik praat niet voor de anderen. Ja, en dan vraag ik me dus af, want kijk, u laat zich niet intimideren. Nee, dat is duidelijk. U blijft uzelf en u blijft kritisch. Waarom denkt u dat er anderen zijn die wel gehoor geven? Ik wil niet speculeren, maar kan het zijn dat ze of inderdaad geïntimideerd angstig zijn, of dat ze misschien boter op hun kop hebben, waardoor ze zeggen van ik ga niet kritisch zijn als ik zelf ook onderdeel ben van die Nyampatu. Over onderdeel van Nyampatu gesproken weet ik niet, maar weet dat karakter van mensen verschillen. Zoveel mensen, zoveel karaktereigenschappen. Belfort is een andere persoon. Belfort komt uit een cultuur van, kom bedreig mee. Ik ben, ik was 20 jaar bij KPS, heb ik gediend. Dus al die dingen van bedreigingen, pirai en al die soort zandati, heb ik al lang afgedaan. Dus angst. Angst, niemand komt mij angst in boezemen meer. Dus ik heb afgedaan die dingen. Ja, ik heb het leven al gezien. Ja, niemand komt mij bang maken van dit opsa, dat opsa, dat me kapsa. En van boezemen dat me kapsa. Wat voor mij geldt, geldt ook voor jou toch? Ja toch, wat jij kan doen, kan ik ook doen.
Ja, dus ik heb die dingen al lang zoveel keer. U laat zich daardoor niet onder druk zetten? Nee, dat is onderdeel van die training geweest. Want trainingen geweest die ik gevolgd heb bij de politie. Ja, bij de politie, als je bang bent, dan hoor je niet erbij. Vooral speciale eenheden, dan hoor je daar niet thuis. Dus ik ben geen bangerik. Dus een vraag hier van meneer Blokland. De vraag is... bent u bereid om in 2025 met de NDP samen te werken, gezien u altijd afwijzend bent geweest en de NDP de grootste oppositiepartij is? Kijk, ik zeg, ik heb met geen enkele partij ruzie. Met geen enkele partij. Met het beleid heb ik een probleem. Met de NDP had ik een probleem met het beleid van meneer Boutersen. Maar meneer Boutersen zelf heb ik nooit ruzie gehad. We praten toch steeds. We praten dan als ik meneer Bozen tegenkom, goed, ik kom. Alle NDP'ers, geen één uitgezonderd. Ik kijk geen NDP'er, of ik kijk geen mens die meer NDP'er is dan meneer Gordon McDonald. Of die dame, hoe heet die weer? Zijn naam is me even ontgaan. Al die mannen, we zijn vrienden gebleven, toch? Maar het ging om het beleid. Om het beleid dat Suriname naar de afgrond leidde. Dat kaartte ik aan. En omdat meneer Boutersen president was, dan leek het in ogen van mensen alsof Balfour een persoonlijk ding had tegen Boutersen. Noem ik meneer Boutersen naam nu? Niet, toch? Maar je staat ook iets daar, toch? Maar vreemd genoeg, 5 jaren lang heb ik het beleid van meneer Boutersen afgekraakt, aan de kaak gesteld. Nooit heeft meneer Boutersen mij een antwoord gegeven of mij in vijandschap gehouden. 2 jaar zit meneer Santokki in Brunswijk. Nu... geen van beiden praten tot mij. Ziet u het verschil? Dus karakter van mensen, hè? Maar Boutersen heeft nooit mijn antwoord gegeven. We hebben nooit ruzie gehad. Mijn eigen voorzitter van de ABO praat niet meer tot mij. Maar... de president des land, van het land nu, meneer Santokki. Als je me ziet, kijk in de andere richting uit. Terwijl 5 jaren lang Boutersen altijd als je me zag, Tigrifa. We weten dat u zeg maar een doorgewinterde politicus bent, maar het antwoord is wel een ja of nee vraag. Staat u open om met ze samen te werken, ja of nee? Maar hoe bedoel je samenwerken? Dus stel bijvoorbeeld, u doet mee aan de verkiezingen in als eigen partij of als nieuwe partij, of u blijft bij de ABAP, dat ligt eraan. Nee, en dat, u... dat wat u zegt, dat gaat niet komen. Oké, u gaat weg bij de ABAP, dus eigen partij wordt er dan, of samen met een andere partij, noem maar op. U heeft zetels... de NDP heeft zetels en 9 van de 10 keer, dan ga je met elkaar aan tafel zitten. Het antwoord eigenlijk al gegeven, maar in breder perspectief. Ik heb met geen enkele partij problemen. Dus we mogen hier ja op antwoorden. Het gaat om wie heeft de lead en welke richting gaan we? Ja? Wie heeft de lead en welke richting gaan we? Dat is belangrijk, dat is in vragen. Wie gaat de lead hebben en welke richting gaan we om uiteindelijk ons mooi land op spoor te zetten? Nu lopen we achter. Suriname is op 2 landen na. Armste land in inland op Zuid-Amerikaans continent, Venezuela. Maar Caribisch gebied, ja. Zuid-Midden-Amerika is Suriname op 2 landen na. Haiti en Venezuela het armste land. En dat is niet goed. Dus ik zou dan de voorzichtige conclusie trekken. Ja, meneer Balfour staat open met de NDP te werken. Maar onder bepaalde voorwaarden. En welke partijen die dus... Nee, het was een specifieke... Die partijen. Nee, maar ik zeg u. Niet alleen de NDP is een politieke partij, toch? Nee, maar het ging over de NDP. Dat was een specifieke vraag. Maar er zijn ook zoveel andere politieke partijen. Oh, we hebben het specifiek over de NDP. Ja, maar dat heb ik al gezegd. Ik heb geen probleem. Ik heb al, voor die vraag stellen, heb ik gezegd, ik heb nooit ruzie met geen enkele NDP'er gehad. Ik heb zoveel vrienden bij de NDP. We hebben bijna daar. Oké, we gaan het houden op. Dit is het politiek antwoord van meneer Balfour. Er wordt ook gevraagd wat u vindt van de visserijkwestie die nu speelt tussen Guyana en Suriname en de harde uitspraken die worden gedaan door Jack Deel en noem maar op. En ook het feit dat Surinamers die een bedrijf hebben in Guyana dus eigenlijk nu mogelijk met rancunese maatregelen geconfronteerd zullen worden. Alleen omdat de president dus niet zijn afspraken nakomt. Dat komt door het niet willen luisteren van de president. Het parlement is het controlerend orgaan van de regering. Ja.
We hebben, pardon, tig aantal keren. Ja, niet alleen visserij, maar nu visserij, concreet. Vraag gesteld erover. Verzwegen, verzwegen, gelogen in het parlement, verzwegen. Bezijdens de waarheid gesproken. Wat ga je krijgen? Jouw westerbuur, die ziet jouw handelen, hoort jouw gedragingen, hoort jouw uitingen. En dan gaat hij dus op dezelfde toer verder, toch? En dat komt door eigenlijk de houding van de president. De houding van de president. Kijk, al hou je bijvoorbeeld niet van meneer Santoki. Op dit moment is meneer Santoki president van Suriname. Ja? En misschien houdt hij daarmee geen rekening. Maar hij zet het land, want wij zijn Surinamers, hij zet ons te schande nationaal, internationaal. Want nu komt een westerbuur, een vicepremier van een westerbuur, ja, Suriname negatief bekritiseren. En alle Surinamers die zijn daarbij betrokken. Door de houding van meneer Santoki, die op dit moment president is. En dat, ik weet niet of het goed doordringt tot meneer Santoki, waarmee hij bezig is. Het is niet een vader van een huis daar aan de Rooslaan op Lelydorp. Het is de president van Suriname. En dan moet je je waardig uitdragen. Wanneer je gaat onderhandelen met een buitenlandse collega, een buitenlandse president, moet je zakelijk opstellen. Maar we zien een soort amicale houding naar de westerburen toe in het begin. Alsof, oké, we lijken op elkaar dus enzovoort. Meneer Ivan Ali is een andere meneer dan meneer Santoki. Hij stelt het Guyanese belang voorop. En meneer Santoki, wat ik zie, stelt het persoonlijk een friends en family belang voorop dan het Surinaams belang. En dat is een wezenlijk verschil. Vandaar dat je ziet dat hij zoveel brokken maakt, toch? Maar meneer Ivan Ali, voor hem geldt Guyana eerst. En wat ik zie bij meneer Santoki, geldt friends en family eerst. Ja, en daarom ziet hij zoveel dingen daar gebeuren. Ik kom daar in het parlement, we stellen vragen. Hij ontwijkt die vragen. Bewust ontwijkt die vragen. We stellen vragen over bijvoorbeeld SLM. Ontweken. Eerst was het New Surfing. Doet alsof hij niet wist. Ja, HPSG. Italiaans familiebedrijf. 2 miljard. Doet alsof hij niet weet. Terwijl de president zou daar in het hoogste college van staat daar concreet moeten aangeven dat er speelt. We stellen vragen, ook voor de visserijsector hebben we vragen gesteld. Weer ontweken, verzwegen, doen alsof hij die vraag niet heeft gehoord. En wat gebeurt er? De voorzitter van het parlement geeft ons ook geen ruimte om diepgaand te delibereren met de regering. En als we kijken hoe het gebeurt in Nederland, dan zou de voorzitter van het parlement echt op college moeten gaan Nederland Tweede Kamer betreft, hoor. Men praat openlijk met meneer Rutte. Maar als de president hier in het huis van het volk komt, 2 minuten, eerst alleen de fractievoorzitters of hun vervangers, terwijl 51 leden gekozen zijn door het volk. Nou, als hij zo dat ding speelt, dan moeten alleen de partijvoorzitters of de fractievoorzitter dan gaan tekenen. Toch? Dan gaat hij zien of hij gaat kunnen vergaderen. Wij tekenen, wij verdienen quorum, we willen ons werk doen. Maar de voorzitter van het parlement past een systeem toe om eigenlijk de regering in bescherm te nemen. Zo zie ik dat spelletje dat gespeeld wordt. Als je wil praten, want niet iedereen praat in het parlement. Hè? Niet iedereen weet waarover gesproken moet worden. Maar zij die willen praten, of zij die weten waarover gesproken moet worden, dan word je in de kiem gesmoord. Hoe komt dat? Wanneer ze zien, hey, Belfort is er. Belfort wil praten. Wat gebeurt er? Alleen fractievoorzitters. Of hun vervanger. Ik ben geen voorzitter van een fractie. Ook geen vervanger. Dus Belfort komt voor de ABOP niet praten. En als ik toch een punt van orde vraag, en als ik iets wil zeggen, is dat gelijk, nee. Parlementaire gebruiken kan dat niet. En dit. Wat voor parlementaire gebruiken? Ik bezig geen krachttermen in het parlement. Ik gedraag me altijd. Maar de voorzitter, wat ik zie, wil horen, je moet slijmerig zijn naar de regering, onderdanig naar de regering. Dat ben ik niet. Terwijl het volk leidt, terwijl het volk wegkwijnt, terwijl grote schulden gemaakt worden, terwijl gezinnen, ja,
niet kunnen gedijen. Terwijl kinderen, ja, met honger gemaakt naar bed gaan. En je wil daar praten, terwijl kinderen doodgaan in de ziekenhuizen. Je wil daar je punt maken. Je wordt niet in de gelegenheid gesteld. Hoe moet je werk doen? Het is een systeem dat gecreëerd wordt om Belfort en misschien anderen die iets willen zeggen van de oppositie. Ik ben geen oppositieman, maar ik zeg de dingen zoals ze moeten zijn. Ja? En dat wil men niet horen. Ja? Dat wil men niet horen, dan past men het systeem toe. Alleen fractievoorzitters. En of ik moet praten, dan eten 2 minuten. Wat kunt u in 2 minuten uitleggen? Voordat je klaar bent, word je in de wielen gereden. In de reden gevallen door de voorzitter. Ja? Onlangs weer, toch? Is het gebleken, toch? Ik heb niets verkeerd gezegd, maar hij maakt mijn microfoon uit. Ik mag niet praten. En hij heeft het hoogste woord. En wat heeft hij gezegd? Als ik ga destilleren wat hij heeft gezegd? Niets. Niets. Maar hij gaat dan in mijn tijd of mij uit mijn doen halen om dan dat onderwerp niet aan te snijden. En dat systeem wordt gebezigd daar. En dan zegt men, politiek is vies. Politiek is niet vies. Bepaalde politici zijn vies. Politiek is een forum om het land te besturen op dat de mensen, de inwoners, die op jou gestemd hebben, ja, het beter zullen hebben. Kijk nu of dat nu gebeurt. Die mensen zijn slechter geworden, toch? Wat kostte een liter brandstof in, zeg maar, februari 2020? Hoe hoog was de koers van de dollar in februari 2020? Wat is het nu? Wat gaat het worden december? Wat gaat het worden januari 2023? Het wordt alleen maar erger. Een kilo bruine suiker is nu bijna 40 SRD. Een grote blik Morion sardine is bijna 100 SRD. Hoe moet een gezin van 5, ja, rondkomen? Weet je dat mensen hier nog misschien 5000 man-vrouw inkomen totaal hebben? En 4, 5 kinderen hebben? Dat zijn kleine gezinnen. Je hebt grote gezinnen met 9 kinderen. Ja, zijn niet verzekerd. Als je daar gaat bij de spoedeisende hulp, drempel kosten alleen. Als je niet betaalt, dan ga je daar dood, hoor. Dat zou niet mogen. Je zou de eigenlijk 2 belangrijke dingen moeten betaalbaar zijn voor het volk, een land in ontwikkeling. Dat zijn onderwijs en volksgezondheid. Want als het volk niet ontwikkeld is, gaat het volk altijd afhankelijk zijn. Nou, als het volk ziek is, dan ga je het straks doden hebben, toch? Dan heb je een land zonder volk. Begrijpt u? En die dingen, die 2 dingen, zouden toegankelijk moeten zijn voor ieder. Drempel hier lag, het moment je daar komt bij de spoedeisende hulp. Oh ja, eerst helpen en dan kijken wie gaat betalen. Als je niet kunt betalen, moet de overheid inspringen. Waarom denkt u dat de mensen naar Frans-Guyana gaan? De mensen die in Marouane wonen. Omdat daar, men kijkt niet wie de kosten gaan betalen, of die geld hebt of niet. Men kijkt eerst, laten we helpen. Laten we helpen met alles wat we hebben, met alle know-how wat we hebben. En dan kijken we of, oké, je kunt betalen of niet. No sweat. Maar je leven is gered. Je leeft maar 1 keer, hè. Elk mens leeft maar 1 keer. Maar men zal met het leven van de mensen. Kijk hoeveel baby's dood zijn gegaan in het AZ daar. En de minister zit nog op zijn stoel. Weet je hoe pijnlijk dat is voor een vrouw? Je bevalt. Je had een kind gewild. Oké, niet jouw schuld. Dat kind komt te vroeg. Of komt met een gebrek. De neonatale zorg. Door het beleid van de regering. Al de specialisten weg. Verpleegkundigen, zowel artsen zijn weg. Weinig bedden zijn bezet daar. Overgelaten. En van die bedden die daar zijn. Je kind kan niet daar worden opgenomen. Moet aan de beademing. Weet wat in de krant stond? De kinderen, de baby's, worden bij de moeder gelegd om te sterven. Weet je wat dat betekent? Enkele uren terug had u een kind ter wereld gebracht. Ja, blijdschap bent u, maar u ligt daar. Dat kind gaat straks een lijkje worden voor u. Dat beleid voor deze regering. En dan moeten we stilzitten. Dan moet ik mijn mond houden daar in het parlement. Dan komt iemand daar met hoge tonen praten daar. Met wijdgesperde ogen. Ik moet bang worden. Nee, dat is Belfort niet. Dat gaat Belfort ook nooit zijn. Ik moet nogmaals strijden voor het volk. Dat is ook opgenomen in het volkslied. En ik heb een eed afgelegd. En daarom, ik ben niet met partijbelang bezig. Ik ben met het volksbelang daar bezig. Het volk heeft gestemd. Of men mij nu lust of niet, dat is
hun probleem. Niet mijn probleem. Het volk moet beter worden. Ik heb een laatste vraag voor u. Vorige week was eigenlijk Suriname in de ban van de VP. Hij is bij een massameeting. Als het goed was, komen wijnen. Ik weet niet zeker. Heeft hij de uitspraak gedaan dat met krachttermen, iets wat ik wel jammer vind, want je bent daar in de hoedanigheid als VP en niet alleen voorzitter van de ABAP, maar goed. Heeft hij aangegeven dat als de koers niet zakt, hij persoonlijk langs de cambio's gaat. Zo breed, zo smal. Iedereen ter wereld met een beetje verstand weet dat een koers niet dropt alleen omdat een VP een bedreiging heeft gedaan. Dat is niet hoe het werkt. Maar we hebben wel gezien dat de koers toen met 60 cent eventjes is gedaald om nu weer te gaan stijgen. Want vandaag zagen dat het 28,50 was. Dat heeft heel wat mensen in de samenleving aan het denken gezet. Want er is niet plotseling vertrouwen in de munteenheid of de koers of in de situatie dat de reden was op die manier voor de koers om die 60 cent te droppen. En ergens wordt er dan ook gespeculeerd over de werkelijke rol van de cambio's en bepaalde kapitaalkrachtigen in Suriname en welke ze invloed hebben op de valuta, de wisselkoers en noem maar op. Wat is uw zienswijze hierover? Dus kijk, ik heb die dingen ook gehoord. Ik weet niet of u krachttermen heeft gebezigd. Ik neem niemand in bescherming. Ik weet het niet. Ik heb ook een paar keren geluisterd. Maar bij mij was het onduidelijk. Is nog steeds onduidelijk. Maar goed, richten op die koers. Dat is Maas karakter om te bedreigen. Je ziet eerst Constitutioneel Hof. Ook in Kommerwijnen. Hij was ook in Kommerwijnen toen hij die bedreigende uitlatingen deed naar het Constitutioneel Hof toe, naar mevrouw Serena Asset toe. Ja. En hij gaat weer naar Kommerwijnen en doet weer bedreigende uitlatingen, niet naar de governor, de bankdirecteuren en cambiohouders. Maar die dingen zullen geen soelaas bieden. Koers zak je niet door te bedreigen, door te schreeuwen. Die koers, hoe stijgt een product in waarde? Ja. Laten we aannemen, Manja bijvoorbeeld. Ik ben geen econoom, maar ik heb een beetje economie gehad op ADEC. En ik luister heel veel naar de voormalige voorzitter van het VES, meneer Westerlam Moutarsin. Manja, als jij alleen of een paar mensen, zeg maar, roetbosje Manja hebben in Suriname, Manjaboom op je erf. En het is Manja-tijd en zeg maar 10 mensen hebben manjaboom in Suriname, in Paramaribo. En de vraag naar manja, roetborsje manja, is heel groot. De vraag is groot. Het aanbod wat wij kunnen aanbieden, ik heb er nog 8 andere mensen hebben manjabomen. Wat wij kunnen aanbieden is maar weinig. Mijn vraag, kratten manjas per dag. Wat gaat gebeuren? Door, dat noemt men marktmechanisme, door de vraag, grote vraag, kleine aanbod, dan gaan wij, jij en ik en die andere 8 mensen, dan de prijs naar boven brengen. Ja? Zodanig dat wij goed kunnen gedijen. Ja? We maken money om het zo te zeggen, ah, hosselen, pai. Want de mijn actie van een product aan en dan de schaars. Vraag Biggie, manja schaars. Dat a prijs ook kring. If, bijvoorbeeld in alle straten, je hebt 10, 20 roetborsje manja bomen. En alle de bomen dragen manja tegelijk. En een vraag, ching, en een aanbod, dus ons doen de manja, voeren, je actie bijvoorbeeld voor 10 manjas. Laten we zeggen, 5 SRD. Ik zeg, mevrouw Nieuws vraagt 5 SRD voor 10 manjas. Ik ga nu 2,50 vragen voor 10 manjas. Waardoor manja op die serie. Meneer Belvoir verkoopt zijn manjas 2,50. Wat gaat gebeuren? Ik ga 2,50 of 3,50 minder vragen dan hem. Of 1,50 minder dan hem. 1,50. Waardoor jij nu ook een afzet hebt. Zo gaat dat ding. En nu dat geprojecteerd naar de valuta. We produceren niet, toch? Suriname heeft een importeconomie. Alles, bijna alles importeren wij. Zelfs brood nu, brood, wordt uit Frans-Guyana geïmporteerd. Ja?
Zelfs Nederland met postdozen, met stokbroeden voor mensen hier. Ja? Hoe komt het? We produceren niet. Meneer Santokki heeft niet voorzien in meelvoorziening. Schaarste toch? Gaat u kijken, lange rij bij die bakkers. Dat is schande voor het land. Iedereen filmt dat, zet op social media. En we moeten onze kinderen voeden. Wat gebeurt nu? De valuta om te importeren hebben wij niet. Want wij produceren niet om te exporteren. Wij leven van import. En alles wat wij importeren moet met dollars, dan wel euro's, gekocht worden in het buitenland. Dus de vraag naar valuta is heel hoog. En het aanbod wat de regering kan bieden, want wij hebben geen dollars, is klein. Wat gaat gebeuren? De prijs van dollars of valuta gaat toch stijgen, want de vraag is heel hoog. Maar het aanbod wat je kunt bieden is heel klein. Dan gaat de prijs stijgen. Ja? En dat betekent koers omhoog. Dus als de VP een beetje had doorgedacht of zijn verstand had gebruikt van dat is de marktwerking van vraag en aanbod. Wie is Miguel met die bari naar komen wenen? Koert Noorzak. Hij zei dat hij naar Mungo zou gaan en dinsdag met handschoen terug zou komen. Wat gaat hij met handschoen doen? Wie gaat hij slaan? Gaat hij die koers slaan? Gaat hij die cambiohouders slaan? Gaat hij de bankdirecteuren slaan of meneer Roemer? Dat zijn domme uitspraken. Of laat me zeggen, ondoordachte uitspraken. Want daar is hier dat mee beledigen, man. Ondoordachte uitspraken. Dat doe je niet. Wat gaan die cambiohouders doen? De mannen doen alsof, oké, koers zakken met een paar centjes en nu. Hoeveel is de koers nu? Voor ik kwam heb ik gebeld. 28,50. Gelooft u mij? Voor eind van het jaar is de koers boven 30. Jazeker, dat geloof ik ook. Dus, ik ga bij de laatste. Dan moet hij, zoals hij had gezegd, een koersje goed aan 30, even koers door de 30, dat moeten we inpakken. Nu al zou hij moeten inpakken. Hij moet de daad bij het woord voegen. Maar hij gaat dat niet doen, want meneer houdt van die eer. Dus alleen maar uitspraken, onderdachte uitspraken, gaat die meneer niet doen om zogenaamd, hij komt op dat volk, voor lauwe volk. Maar volg de alert, en volg nog want de man is morgen. Niet meneer Santokki, niet meneer Brunswijk. En op denk dat ook al lauw afvolg, want dan heb je zo'n money dat kost. Vringen aan money naar de buitenlijk, winti waai, abrabroki, pont boiti, goede verwachting, hoe stemt dat me? Niets kan je doen. Je kan niet eens uit het land gaan, niet eens op de Marowena rivier kan je gaan. Maar de VP staat inderdaad bekend als Help Je Papa, maar we gaan toch naar de laatste vraag van een kritische burger uit de samenleving. Wie ziet Belfort concreet als potentiële presidentskandidaat voor 2025? Het is altijd zo dat Surinamers achteraf erachter komen wie hun leiding gaat geven. En dat velen van ons eigenlijk in het kader van transparantie van tevoren willen weten wie zich presenteert. En of we daarachter staan, ja of nee. Wie ziet Edward Belfort als, en niet de omschrijving van het type leider, maar een naam. Een concrete naam van uzelf of van een andere Surinamer waarbij u denkt, die zou het in 2025 kunnen overnemen? Nou, die vraag ga ik voor het volk laten, want het volk gaat kiezen, het volk gaat zelf moeten kijken. Maar kies u integere leiders. Kies je een integere leider die Suriname naar beterschap kan leiden. Ja? Wil je niet gewoon zeggen stemmen, Belly? Nou, dat moet het volk dat zelf bepalen, toch? Vindt u zelf geschikt om, want u kent uzelf natuurlijk het best, vindt u zelf geschikt om te zeggen van, oké, ik zou een poging willen wagen naar presidentschap in 2025, gewoon eerlijk? Oké, Suriname is een democratisch land. Wanneer het volk dat vindt, dan ga ik met mijn gezin erover beraden. En dan hoort het volk. En dan, als het zover is, dan ga ik me wel daarop toespitsen. Maar ik kan mezelf niet kandideren of positioneren. Ik laat dat aan het wel als u, van de democratie. Wel als u zeg maar uit de ABOP stapt en een nieuwe partij gaat oprichten of gaat ondersteunen en aangeeft presidentskandidaat te willen zijn. Ik begrijp waarom u voorzichtig bent in uw bewoording.
Maar ik denk ook wel dat het tijd wordt dat als we daadwerkelijk zeggen die nieuwe win, dat we gewoon moeten zeggen waar het op staat. Van ja, net als hoe ze het bijvoorbeeld in Amerika doet, Trump of Biden, van hé, dit is de presidentskandidaat en ik ga ervoor en als ik ervoor ga, dit en dit en dit is wat ik ga doen en waar jullie op kunnen rekenen. Ik denk dat het tijd wordt dat Surinaamse politici zich eigenlijk ook op die manier gaan profileren. We hoeven niet meer die politiek correcte antwoorden waar we eigenlijk eromheen praten. Want dat heeft Suriname eigenlijk ook niet verder gebracht. Neem het mee. Ik ben niet verplicht natuurlijk. Neem het mee. Maar ik denk dat het goed zou zijn als u, na te gesproken hebben met uw gezin, die keus maakt van, we gaan ervoor. Dus nogmaals, het is een democratisch land. Het volk kiest. En ik laat dat aan het volk over. En ik geef mee aan het volk. Kijk er goed uit, want verleiding, misleiding gaat veel komen op in deze dagen. Suriname is al bijkans 50 jaar bezig om op sport te komen. Het lukt maar niet. Kies de juiste persoon één keer. En dan weet je precies, daar gaat het om. Daar en die sectoren zullen tot ontwikkeling komen. Geen mensen die allerlei verhalen komen vertellen en achteraf zie je friends and family. En dan zegt men, zelfde ding weer. Same old story. Het is nu genoeg. Nu moet het echt stoppen, mensen. Anders gaan u en ik, ja, op onze oude dag spijt ervan hebben. Onze kinderen, onze kindskinderen zullen echt niet in een goede omgeving groeien. Nu al is er verval. Verval is er overal. Kijk wat men nu met de jeugd doet. Verval is er overal. We moeten dit stoppen met z'n allen. En dat kan wel als u die kijkt, die luistert, zegt van nee, we kiezen voor een integere persoon. Iemand die overal kan gaan, die niet op een ontsporingslijst staat van Interpol. Iemand die de wereld, ja, kan gaan bezoeken of kan gaan om Suriname, ja, hulp te zoeken voor Suriname, om samen met u Suriname te ontwikkelen. Suriname moet niet in een etnische situatie terechtkomen, zoals bepaalde mensen die van een bepaald gebied komen en zeggen, moko etnisch nou. Nee, we moeten kappen met dit ding, mensen. We moeten echt kappen met dit ding. Als een bepaalde persoon naar de stad is gekomen om etnisch bezig te zijn, van allemaal sangeert me, stemt op me, wat soort ding. Ik verzoek u mensen, laten we kappen met dit ding. Suriname is niet van een bepaalde etnische groep. Suriname is van alle Surinamers. En dat bedoel ik, dan bedoel ik van de Hindustanen, van de Blakamangs, van de Javanen, van de Inheemse, van de Chinezen, van de Douglas, van iedereen die hier is, is Suriname. En wij allen moeten een feest maken en zeggen, tot hier en akaba. Ik kom voor de etnisch bezig, op sa'awatra dat ik ba. Etnisch zijn niet termoro, ja. Etnisch, het jaar akondre gona baka. Friends and family, het jaar akondre gona baka. Laten we all hands on deck zetten. En het is niet moeilijk om te zeggen van, hey, dam aan dat oani en aan dat oani. Om die en die moverende reden oan aan man dat die. Mekka maar zetten, want boon team kom. Voor pot akondre tap spoor. En het kan wel. Het kan wel, het is nog niet te laat. Laten we gaan voor de dienende leider. Voor de integere dienende leider, mensen. Anders Oulassie. Dan gaat Suriname een Sodom en Gomorra worden. Cocaïne overal. Overal cocaïne. Overal corruptie. Overal criminaliteit. Onlangs, afgelopen weekend. 2 mensen doodgestoken. Is het leven zo makkelijk? Zo makkelijk ontneemt iemand het leven. Kijk wat in Marowijne gebeurt. Mensen, hey, toma et tak dat akona foto. Stemt op en ook al lukt op een makmopo. Mijn kar bijvoorbeeld Marowijne. Op paar botten ook al lukt Marowijne mensen. Ook al lukt. Teki wagi rego lukt mongo. Je at je broedu. Zij zijn dat. Alle zie je maar zeer direct doen. Als een bende, ons staat erop. Een jeugd is tot verval. Een jeugd raakt tot verval. Ga naar Albina. We grenzen aan Europa. Gaat u daar kijken. Alle kleine jongens stoten met een kruiwagen. Is dat het gezegd? Als je aankomt met een boot daar. Het is net, als je in een wildwest bent beland, men rent met trek aan je kleding, aan je tassen, alles, het is niet goed. Is dat wat wij willen? Mensen, familie, mama, aksunu, dan gaan lespeki met aksunu. Uno mek mako lau, uno dan gaan money, dan gaan pshutaki, dan gaan pakket, dan gaan waka in birti. Waka in birti net jaar ontwikkeling kon, dat baka dat daye pina, alle de man zijn bij waka in birti, pede man dit idena di. Dan gaan biggie life, wak de mai waka om een 16 wagi de mai rei toch. De man ik kon in je beurtie, saptaki, na lauw, amai kon lauw je. De man die libi in de beurtie, dat ben je mij gewakken.
De man liep naar Rambula weg, toch? De man liep naar Pont Boiti. De man liep naar Wintiwai of Flora, toch? Of Abra Broki of Land van Dijk. Maar semper te verkiezen de, dat in de buurt is de Maiwaka day and night, dat precies baka a verkiezen te je stem de man, te de man overhaal oma, je opa, je oude stem de man, dat let drape, je controfeantief de man. We moeten stappen naar de sand die mensen, anders gaan we gewoon afwezen. Si. Met begi unu, a periode voor laus maar voor kiezen maar door ook en wel sell out maar de in de buurt. De man geeft de man money, voor zo kunnen we kom buy you voor hey stem tapen man dat amo doen een boom job joh lukken no hey amano de pap stories hey tapu nanga de sand dat mimang uno gona fesi stra nang no a konder no kouro kon nanga uno a drug zei kon na konder is af verschrikkelijk me she jong is wel mooi konder rijk land bodemschatten de ja vruchtbaar land kleine gemeenschap vrede wel libi jaso alle bevolkingsgroepen en toch uno man gona fesi fadu kom alleen den van konder no bo kon kenki wan lezi alleen den dat je schreef voor je even nog gaat fessen. En dan kan toch, alle kondrep zijn ono, alle kondrep zijn ono. Dan mag je dat bij mij op de cash and carry. Omdat ik op de cash and carry ben, dan is het ook hoe ik op de cash and carry. Dan ga ik ook bij je je nu. Dan heb je zo'n money, voor thuis dan dat bij voor pina je gaat morgen varen. Dan bak ik dat die daar heren, ja, dus mijn pina mag niet aan toe. O, tap naar de sandati. Ook kies aan occasie nu, of ook kies aan occasie komende periode, voor reken af, resoluut af, absoluut af, naar de soort figuren die zien. Nooit meer, potentie, wie is allemaal kon aan je taki, wie is allemaal takao bayouagigi, meka bayouagi, te guina hok, nooit meer in de stem tap, maar masrana, al lukulek de ma, taai ma masrana hori, met aba idee afiri tak de ma, nanga hebi, nan ga hebi de mate ka kondre bepaalde mai was ala sort wat rapport na de skin. I dan moest want sek bepaalde ma anu ida sap sa mai wasi. Mai tak dape sam taki mustan taki ala sort sani na de zanga de zanga de mai kaitapu. Je sek ma anu mai no sabi. Uno tek ala sanif de mai ara. Uno sabi na kunu yo teki. Dat mi bewa taki. Duidelijk en harde taal van meneer Edward Belfort. Dank u wel meneer Belfort. Beste kijkers, dat was het voor deze aflevering van de Nieuwe Politiek. Fijne dag. En tot ziens. Suriname, are you ready for this big one? The Humble Promotion presents op 30 september te with the Lotus live een concert op Dile en live band. De line-up bestaat uit Jordi Sampi, dansgroep The Sisters, rapper Shepard, Kenya Domini, Peter Domini en your home, and your home. DJ Gerald. En niet te vergeten, helemaal vanuit Mungo, Yo Blood. En de main act op Delay en live band. Voor verkoopkaarten kosten 150 SRD. Later duurder, dus koop je kaart op tijd. De voorverkooppunten zijn Gospel Music Shop te Spanhoek bij Broer Waakzaam en bij de organisatie. Voor VIP reserveringen bel op het nummer 8679376 of 7492854. De avond start precies om 19:30. Humble Promotion presents op 30 september door de Lotus. Live een concert, Odile en live band. Miss dit niet, cause it's gonna be fire.